ik heb net die H in die H gezet. Kijk hier, de golden brown, man. Oh. Wow! Broer! Don't erop, man. Welkom beste mensen, beste vriendjes en vriendinnetjes bij weer een nieuwe aflevering van Beter Dan Je Moeder. Het programma waarin ik bewijs dat ik beter kook dan jij en je moeder. En elke keer proberen mensen mij te overtuigen dat het niet zo is. Oh ja, dan moeten wij laten zien dat het wel zo is. Jullie weten dat ik het niet alleen doe, dus vandaag is er ook weer iemand bij. Jullie hebben hem al eerder gezien. Kom erbij, mama broski. Hey. Relax. Ja, lekker. Met jou? Ik weet niet echt, man. Het is de bedoeling dat we ongeslagen blijven dit seizoen. Maar het is een beetje twijfelachtig. We gaan winnen vandaag. Ben je er klaar voor? Zeker. Jij? Oké, dan sowieso, man. Vandaag hebben we ook weer twee supersterren in de studio. Ze zijn hier. Kom erbij, mama boys. Probleem vandaag, hè? We laten een probleem in de keuken. Nee. Rustig. Hele hoop centen hier zo in de studio vandaag. Ja, ik ken het wel. Voor de mensen die jullie niet kennen, maar ja, het lijkt me niet logisch. Stel jezelf even voor. Nou, ik ben fresh. Jullie kennen me wel. Alleen maar gezeikt. Het is je boy Young Ellens, a.k.a. Alleen maar ellende. Je weet het, kent het wel, grap. Boys, hoor dat. We gaan iets maken vandaag. Het zit hieronder. Ik weet nog niet wat het is. Zeg het maar, man. Wat wordt het? Even kijken. Lekker kapsalonnetje. Een kapsalonnetje? Ja. Tof man, kapsalon. Sowieso had ik al in mijn hoofd dat ik ooit een keertje kapsalon zelf wilde maken, omdat ik het zag op internet. Nooit gedaan. Dus ik ga het vandaag doen en dan vaker. Ik heb nooit kapsalon thuis gemaakt, nee. Ik weet niet waarom ook, man. Oké, dan. Ik denk niet dat we veel hoeven te praten hierover. Koken jullie zelf wel eigenlijk? Jawel, man. Ik maak wel eens een omeletje of zo. Ik heb ook wel eens gekookt, maar dat wat anders. Nee, kom goed. Gaan even knap. Dan denk ik dat we gewoon moeten gaan beginnen. Ja, toch? Heren. Succes. Hey, succes. Ja, ja. Ik ga jullie kring zeggen, ik ga kijken hoe het loopt met jullie. Dan pas ga ik jullie helpen. Een soort krulvriend ga je krijgen, man. Weet dat maakt niet uit, toch, bro? Ja, toch? Dit moeten we wel redden, man, Roots. Mm. Ik denk dat ik hem gewoon... We gaan hem gewoon maken, man. Maar luister dan, bro. Deze schilmesje is Spaans, man. Wanneer wordt nu gedaan, boys? Ik ben bijna klaar, man. EP'tje. Wat ga je doen, EP? Ja, man. Hoeveel? 6 tracks. Lekker, man. Dit maakten we gewoon in de bias ook, merk je die? Ik zie deze mannen gaan snel, maar je moet finesse. Waar is die pan zelf waar ik die shawarma in kan huhuh dan? Kijk hier. Laat me die shawarma huhuh. Ik heb ze gewoon... Merk je die? Haastige spoed is zelden goed. Finesse. Hé, maar broer. Eventjes, toch? Want ik zie van nu gaat echt snel, toch? Klopt. Want volgens mij ben jij net 2 maanden in die game, man. Ja, man. Ik ben pas geboren, man, bro. Je bent snel omhoog gegaan, Ik moet nog een heleboel leren, nog een heleboel meemaken, bro. Snap je? Maar... Maar hoe is dat ding? Maak je het mee? Heb je door wat er gebeurt? Ik heb door wat er gebeurt, maar ik kan niet bij stilstaan. Snap je? Want ik moet bewegen. Ik heb zeg maar... Ik heb zeg maar... Bewegen, pa. Ik kan niet stilstaan, mekkeren en zo, snap je? Ik heb nu, als ik terugdenk, dan denk ik bij mezelf, hé. Ik heb dit meegemaakt, maar ik heb niks onthouden van die shit. Je weet toch? Klopt, man. Daarom, ik probeer nu gewoon dingen voor mezelf op te bouwen, taf je? Dingen waar ik later nog aan wat heb, snap je? Ja, maar je niet moet... Niet dat ik gewoon door alles heen nu aan het racen ben, snap je? Je moet stilstaan bij die dingen. Want later ga je echt terugkijken, ga je denken weer, van, ga je niks aan. Waarschijnlijk was dit fucking hard die dag, maar... Je kan niet genieten, je hebt niet genoten. Ik weet niet meer ervan, man. Broer, we komen soms bij shows dat die man zelf niet meer weet. Dat hij naar mij kijkt van, zijn we hier? Bro, ik ook toch, bro. Die man zegt me vorige week, wist je nog, ik ben op... Ik weet niet, man. Ik weet niet, man, broer. Ik zeg maar, ja, man, hey, geen kool. Gaat beter dan we dachten, of niet, ja. Pik? Ik kan niet koken. Ja, zijn het best goede team? Het is wel rustgevend. Ik heb er veel vertrouwen in. Ik zie dat hier gaat het allemaal een beetje snel. Ze hebben niks te maken met die patat. Geen liefde. Niks. Gewoon snijden, olie, go. Shawarma, pan, klaar. Ik heb net die H in die H gezet. Snap je? Dus nu ga ik die H.
Ik heb net aardappelen fijn gesneden. Jullie laten ons patat bakken nu zelf. Of tenminste zelfs vanaf aardappel. Schillen, snijden. Dankjewel voor dat. En dan vlees erbij natuurlijk. Kaas, sla. En voor jou dan, fresh? Ik ben nog een rookie, man. Ik kom pas kijken. Ik heb nog niet zoveel shows. Dus, maar je kan niet klagen. Het gaat niet zo snel en zo hard. Maar ik maak alles gewoon relaxen mee, gewoon, snap je? Mm-hmm. Ik kan er nog wel bij stilstaan. Het is niet dat het zo hard gaat dat ik zeg maar denk van, hey, wow, wat gebeurt nu? Maar wat kan jij zelf dan? Ik ga niks meer... Ja, wat doe jij allemaal dan? Geen album, niks, EP, niks meer. Op dit moment ben ik zomaar danser opeens. Ja, ik zag het, man. Zo. Hele dag dansen. Ik zag wat voorbij komen, ja. Beetje meer tv-dingen, toch? Je bent al BN'er-achtig. Ja, toch? Het is een beetje weinig tijd. Jij bent al BN'er, pa. Probeer wat die ABN'er te zijn, toch? In principe kunnen tips bij jou... Ja. Ja, toch? Het is een beetje die... Ik wil dat Willeke me ook groet. Ieder. Hans. Harm. Oh. Ja, weet je toch? Harm van 50. Deze mensen groeten me toch? Dat wil ik. Ja, toch? En dan even zijkant zetten. Ja, toch? Ja, toch? En dan nog twee keer. Ja. De perfecte krokantness. Mm. De patat is belangrijk, toch? Dat is het belangrijkste. Het wordt een juppige kapsel. Kijk, ik heb de patat al erin gegooid. Dus vanaf nu is het klaar. Veel saus. Patat met veel olie zo erin. Maar toch niet slappen. Veel saus, hè, Keizer. Je vergeet, hè? Slappe kapsalon. Deze kapsalon heeft veel saus. Veel kruiden, veel saus. Snap je die saus? Het is gemaakt met veel saus, snap je? Dus het is vanzelfsprekend dat het veel saus... Ja. Alles is lekker fijn gesneden. Hey, kap er mee, paas. Weet je niet genoeg? Ja, toch? Al die krokantness, man. Kijk, deze is nog niet eens bruin, man, broer. Kijk, man. Kijk daar. Die atta is niks, man, broer. Ik zeg je eerlijk, man. Kijk dit. Oké, deze is wel fire. Ik heb achter je. Dit is een man golden brown, man. Kijk hier, man, papa. Och. Super zacht. Och. In het ding, zet hem erin. Kijk hier, de golden brown, man. Koop op, man. Wow! Broer. Ja, nog? Don erop, man. Donder op, man. Ja, onze vriend is wat moeilijkheden. Hij staat in de file. Onze vriend staat in de file. Ik heb hem niet zoveel zien doen. Deze man vecht me. Kijk deze man alleen. Kijk ze in dit gewoon. Nee, maar hij is een goede jongen, weet je. Dus, hij kan wel babbelen. Hij kan wel, maar ja, koken en zo, ik weet niet. Dit is Mackie. Dat, Troekie Punk. Papi. Barry Lex. Kan alleen aan de jury liggen nu, maar... Weet je, als ze hun eigen mensen al hebben bevestigd van... No. Oh, die vlieg, Cobello, dat... Je, ja, in principe moet het in orde zijn, man. Aan het einde van de dag neem je hap voor alles, snap je? Niet alleen van die friet. Ja, dus... Ga het zo horen. We gaan nog afmaken met finesse. Opletten. Shit, man, ik kan naar eigen mensen. Ja? Baby, send me hungry. I gotta eat. So that I beg your pardon. I beg you get me started. Cause I feel like I'm starving. I gotta eat. Oké, heren, ik ga kring met jullie zijn. Toch? Hoe die salade nu erop is, verbergt het die hoop kaas. Toch? Maar het ziet er, in principe vind ik dat ze er gelijk uitzien. Of... Ja, sorry. Die van jou is een beetje wat ingezakt. Niet eerlijk zijn? Dat kan niet. Kijk wat we gaan doen. We zijn nu in het ADE-weekend, toch? Of tenminste in het ADE-seizoen. Dit is typisch kater eten. Dus ik denk dat we wel een bijpassend jurylid hebben. Ik ben Yuki Christus van Comfort Talkshow. Ik lul veel over muziek. Nu ga ik lullen over kapsalon. Kijken welke de beste is. Katervoedsel. Toevallig ben ik gisteren uitgegaan, dus dit komt goed uit. Ja, toch? Ja, man. Begin maar gewoon wat het dichtstbij is. En dan laat me ook weten wat je proeft, wat goed is, wat minder goed is. Super.
rest is geschiedenis. Ja, man. Neem die kassie mee, hè. Neem die kassie mee. Stel die dingen, man. Zeg maar, het bier van die dingen. Die ding is gewoon lekker. Toch? Bro, die vork wou niet meer weg, man. Kom op, man. Zie je niet, dat we weer kijken erin. Wow. Dat moet goed checken, hoor. Het leek op te veel kaas, maar het valt wel lekker, man. Het valt wel lekker. Is oké. Okay. Oké. Deze ziet er wel netter uit, dat wel. Zie je, hij gaat soepel er doorheen. Kaas dript nog een beetje. Zie je, kijk al naar links van deze, man. Die moet ik hebben. Wacht. Ik word in een andere ademhaling hier. Wacht even. Oké. Wow. Deze zit goed samen en deze heeft zeg maar meer uien dan die, dus... Deze heeft ook wel een andere taste of zo, man. Laat de tweede jurylid erbij komen, want dan... Man, nigga! Check it, welke je beste vindt. Je neemt niks. Je neemt niks, kerel. Eén blaadje groen. Bro, je eet shaky, man. Welke ga je? Die? Oh, ik ga voor die, man. Voor welke? Voor die rechter, man. En hij voor die linker. Maar waarom zijn er maar twee juryleden ook? Wie is idee? Nee, maar luister dan. Dit zeg ik toch qua jury. Waarom doe... Kijk, één persoon uit West of Oost, één uit Bims. Begrijp je wat ik bedoel? Je kan niet gewoon... Deze mannen zijn al comfortabel. Begrijp je wat ik bedoel? Kijk, weet je wat ik vind? Een kapsalon draait om die patat. Weet je? Ja, dus nu gaan we het zo spelen. De rest ook. Maar als je al zegt van, ja, dat is zout, man. Weet je? Dat verpest het gerecht al. Weet je hoeveel... Broer, laat me je wat zeggen, toch? Weet je hoeveel dringen je gaat bestellen? Toch? Als je een kapsalon haalt en het is zout. Weet je hoeveel je in je zak gaat moeten gaan? Kom op, man. Welke zou je kunnen eten zonder drinken? Man, hij is moeilijk, man. Ik moet drinken, man. Ik zeg je eerlijk. Weet je wat we gaan doen? Kijk wat we gaan doen, toch? We gaan het op een gelijkspel houden voor nu. Laten jullie in de comments achter van wie jullie denken dat het echt gewoon beter was, ja? Please. Alleen maar gezeik, baby. Laat het voor me achter. Ik ga iedereen hier bedanken. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. En vond je het een leuke aflevering? Vergeet niet te liken, subscriben en natuurlijk commenten. Je ziet Hapslik weg. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering van Weet het dat je moet. Adios.